Leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video. Onderhand is het best koud aan het worden. En dat is niet echt ideaal om het af te steken, vind ik zelf. Veel zon, veel irritaties. Maar dat weerhoudt ons niet ervan om weer te gaan afsteken. We hebben namelijk echt wat leuks voor jullie. Want, zoals ik al in de vorige video heb laten zien, we hebben dus rotjes uit 1995. En die willen we gelijk gaan testen hier zo, op deze mooie locatie. Ik ben super benieuwd hoe ze knallen. Het is namelijk, hoeveel jaar geleden? 24 echt, jaar. Te lang. 24 jaar geleden, moet je kijken mensen. En er staat dus dat hij 153 decibel zou hebben. Wat ook leuk is, is dat wij ook hier een pakje Maddox hebben, of Megabomb. Rotjes. Deze komen uit 2016, deze uit 1995, dus 21 jaar 21 later. Jaar verschil inderdaad. En ik ben super benieuwd of die inderdaad in de loop der tijd, in de loop der jaren, of het wat verminderd is, de knal. Dus die gaan we even testen zometeen. En moet je kijken, er ligt al best wel wat ijs, dus we gooien ook wel wat op het ijs, denk ik. Even kijken of de knal daar wat anders is. Maar eigenlijk is het natuurlijk super zonde om dit pak aan te breken, omdat hij heel mooi in zo'n broodverpak zit. Maar goed. Zo hoort het, net als vroeger. Ja, en ik vind het mooier om het op beeld te hebben. Dus dat is een soort van monument ook voor mij. Dus deze zien jullie zo meteen gewoon op beeld staan. We gaan ze even uitpakken zo. En dan zien jullie precies hoe groot die rotjes zijn van toen en van nu. Dus let's go. We gaan ze even openmaken, jongens. Eerst deze inderdaad even. Bij de mooiste. Nou, gaat het toch helaas gebeuren. We gaan de verpakking eraf. Ja, dat is echt een... Dat doet echt pijn, man. Helaas. Oh, shit. Ik wou het netjes afdoen, maar... Let's go. En die zit inderdaad in een rode verpakking. Kijk. Moet je kijken hoe ze erin zitten. Oh, moet je kijken. Hij is gewoon helemaal doorzichtig. Dat was vroeger niet. Dat was... Kijk hier, joh. Hier heb je ook zo'n mooi pakketje. Ja, deze komt gewoon in 1995, kijk. Niet normaal, man. Megabomb. Buiten gebruiken, niet de hand houden. Nou, dat stond er toen wel allemaal op. Klopt. En als je er zo meteen... Toen had je geen CE-keurmerk, of dat wel? Dat klopt als een bus. Als je er zo meteen eentje even helemaal opent. Ja, gewoon. Ja, de lontje lijkt donkerder bij deze. Ja. Het lijkt er een soort gips dat erin zit. Ja. Moet je kijken, hè. Nu deze. Kijk, jongens. Nou, als je ze even vergelijkt. Zijn... Ah, bijna hetzelfde wel, man. Ja, maar hoe voelen ze aan? Grote, die nieuwe zijn iets, die oude waren iets groter. Maar hier moet je het lontje zien, het verschil. Ja. Deze is echt gewoon visco zoals iedereen het kent. En deze is echt veel donkerder. Ik weet niet of dat er ook een ander soort visco lont dat gewoon is omdat het ouder is. Ja, ik denk dat het wel anders is, man. Maar dat zal wel. Zullen we even gaan testen? Gaan we even... Eerst die oude. Zo, ik ben benieuwd, man. Hoe hard die knalt. Ik denk dat het wel meevalt, maar het gaat om het idee. Wegwezen. Hij knalt best hard. Moet je nu die andere doen? Hij knalt echt wel best... Nu die andere, even kijken. Okay. Deze... En die mislukte gelijk. Ja, dan kan het niet... Even eentje overnieuw, jongens. Jeetje, mina. Af. Dat gaat er bij mij niet in. Veel nou, zachter. Valt mee. Veel zachter. Kijk, jongens. Deze, maar echt hoe ze verpakt zitten. Ja, man. Is echt... Zo hoorde het. Zo hoort het inderdaad, maar... Tot 2010 is dat geloof ik, dat ze verpakt zaten. Klopt. Yes. Zometeen ook even een paar tegelijk doen, om die... Ja, dat zijn die rotjes van toen, man. Ja. Lekker rocky. Doe er even één oude en dan gelijk een nieuwe, ja? Nieuwe? Hij knalt helemaal uit elkaar. Wat een verschil, man. Deze zijn wel echt prut vergeleken met die andere. Zo. Het is echt een knetterstreek zitten. Die verschillen erg. Zo, die... Eén weigeraar. Hey, dat is een poffer. Verbaas me dat er nog zoveel afgaan hoor, terwijl ze zo oud zijn. Mooi. Tippetjes produceren. Klein heksenkringetje. Kom in de fietsers. Moet kunnen. Zet me aan. Yes. Wegrennen.
Oké. Echt niks. Niks gewoon. Moet je kijken. Troepies. Nog een paar oude jongens, want dat kan. Old schools. Het lom doet het ook goed, hè? Ja, man. Oh. Je hebt best wel lang de tijd voordat ze knallen. Ik hoop dat hij nu naar boven gaat. Oh, dat was een... Zo. Au. Nou, die viel dan tegen. Leuk zie-effect in de lucht, jongens. Die viel dan tegen. Kijk. Die pakjes zitten zo mooi in elkaar, man. Maar wij hebben ze op beeld, man. Ouderwetse rotjes. Een klein hekskringetje van die oude maken. Dat is een goed idee, ja. Een kleine... Ja, vroeger had ik zo'n elastiekje eromheen. En dan ging je gewoon met een paar pakjes naar buiten, weet je nog? Ja, klopt. Een klein hekskringetje. Is dat een mooie of is dat een mooie, jongens? Hoeveel pakjes erop? Het zijn er 40 of zo. Even kijken hoor, dat moeten dat grijze... Of dat flesje krijgt, zou ik zeggen. Klei. Ja. Kijk, dat moeten we hebben. Ja, man. Maar dit gaat ook al, joh. En doe nog eentje zo. Mooi. Hop, en dan kunnen we hem aandoen. Hoppa, de taart is klaar, jongens. Want ik zeg eerlijk, die hekskring die viel tegen, man. Pruttelscheetjes, jongen. Kijk. Eentje omdat het kan. Ja, ook lekker dichtbij ook. Zo. Yes. Tas iets weghalen. Hekskring. Nou. Zo dan. Wat een verschil, hè? Hard, joh. Niet normaal. Echt bizar. Echt een verschil met die rode, jongen. Maar ja, kennelijk mag het dus niet meer. Weet je wat ik mij trouwens afvraag? Nou. Of ze het ook doen als ze de ketjes tegenover elkaar leggen. Kijk, ik noem gewoon even twee... Nog een paar bijleggen of niet? Ja, man. Zo is goed. Deed je dit vroeger ook, zo'n heel pakje? Ja. Een pakje nog? Vroeger deed ik ook altijd zo. Even wachten op de diertjes, want er liepen paarden langs. Dus daar wachten we natuurlijk even op. En nu kan die wel aan, man. Dus let's go. Van mijn part kan die, man. Ik hoop dat hij het gaat doen, man. Zou wat zijn, hè, als hij het doet. Dan doet hij aansteken niet. Show me, joh. Nou, ga weg hoor. Oh, hey. Ja. Hij doet dit. En niet allemaal. Nou, helaas. Had ik al verwacht dat hij niet allemaal zou gaan. Omdat hij nog in het pakje zat natuurlijk. Kijk om tapijt. Pakken we even op, gaan we even opruimen. En dan doen we ook nog even wat op het ijs, ja? Want er ligt al wat ijs. Ik denk volgende week meer. Dan komen we zeker terug. Yes. Yes. Zoals beloofd, even wat op het ijs doen. Zo, die aansteker is ook lekker bezig, hè? Heeft hij er dwars heen? Hij staat wel op min. Ik weet niet of dat... Nee, ik weet niet. Ik denk niet dat het echt... Oh, kijk. Hij doet het. Hele krater in het ijs, jongens. De mensen die daar staan, kijken nog ineens om. Nou, de volgende. Daar lag het dus aan, hè? Oké, dit mislukt. Probeer hem eens hier bij de kant te doen. Hier zo, kijk. Probeer hem daar in te douwen. Kijk of er een barst van komt. Ja, die gaat in het water. Oh, die zat nog echt in het water. Maar hier moet je hier ook onder dat ijs zien dan. Let op. Uit. Ja, het ijs is best... Ga je... Ja. Kijk, hij om me weg. Sorry, alleen aan de Thunder King. Kapot raar die dingen, jongen. Ja, maar soms als ze mislukken, dan knallen ze ook wel weer soms harder, hè? Ik denk dat jullie wel met ons eens zijn dat die oude rotjes natuurlijk veel beter zijn dan die nieuwe. Helaas, wij hebben nog wel wat meer van die pakken. Jullie hebben ze allemaal kunnen zien in de collectievideo die we nog over hebben van oud en nieuw. Die is vorige week online gekomen, afgelopen zondag. Dus die kunnen jullie nog allemaal kijken. Dus we hebben nog wat over. Wat me wel opviel was dat die oude rotjes het gewoon nog allemaal deden, man, na al die jaren. Klopt. Ja, die oude, die verbaast me echt dat die nog zo goed ging in al die jaren inderdaad. Ja, man. Dus ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Ik denk dat volgende week veel ijs ligt. Dus misschien doen we dan daar iets mee of zo. Gaan we even iets op het ijs doen of zo. Misschien ligt er wel sneeuw, je weet het nooit.
En ik hoop dat jullie daarnaar uitkijken. Ik zie jullie weer volgende week bij de nieuwe video om 12 uur. Later!